Juffrouw Angela Hermans heeft spijt. Heel veel spijt. Dit raakt mij natuurlijk wel heel diep. Juffrouw Angela houdt vol dat ze geen kwade bedoelingen heeft gehad. De valse diploma's waren volgens haar te wijten aan de drukke papierwinkel rondom de examens. Printen gaat altijd tussen bedrijven door. Mensen zijn telefoon aan het pakken en hup, sealen. Sealapparaat staat hier doorheen. Telefoon, komen klant binnenlopen. Dus dat is niet goed te praten, zal ik echt niet zeggen. U zegt, ik heb een domme fout gemaakt. Een hele domme fout. Domme fout of niet, ouders hadden aanvankelijk geen idee en betaalden wel honderden euro's lesgeld. Met in tientallen gevallen dus een nep diploma als resultaat. Er liggen 300 klachten bij de zwembond. Ja, nou dat weten ze. Het zijn 300 zwemdiploma's. Ja, zij hebben mij benaderd. En toen heb ik eerlijkheid naar de zwembond, naar de NRZ en PZ gedaan, om welk aantal dat het ging. Hoe kunt u nou zo dom zijn om 300 kopieën van een echt zwemdiploma te maken? Ja, dat is fraude. Nee, dat is vooral bedoeld dat ik bij diploma zwemmen niet met lege handen bij die kindertjes hoef te staan. Hoewel de licentie is ingetrokken, gaan de zwemlessen gewoon door. Ook voor de examens die voor komend weekend staan gepland, zoekt de zwemschool een oplossing. De intentie is altijd geweest om dat kind tijdens het diploma zwemmen. Alsjeblieft, jongen. Super.